Ik ben eigenlijk afkomstig van West-Vlaanderen. Ik ben hier getrouwd. Ik woon hier al van 87. Dus dat is toch wel al een paar jaar. En waar het goed is, blijft men. Limburg zit echt wel in de lift als vakantiebestemming. Vele dagjesmensen worden aangetrokken door de brede waaier toeristische attracties die onze provincie biedt. Toerisme wordt dan ook een belangrijke troef voor de Limburgse economie. Toerisme is voor Limburg een zeer belangrijke bedrijfstak. En daar moeten we blijven in investeren. Enkele cijfers om de belangrijkheid van toerisme in Limburg te benadrukken. Meer dan 1,2 miljoen toeristen ontvangen wij in onze mooie provincie. Ruim 4 miljoen overnachtingen afgelopen jaar. Meer dan 1 miljard euro omzet in de sector. Om maar aan te tonen dat het een sterk verankerde economie is die belangrijk is voor Limburg. Mensen komen speciaal naar hier om fietsweekenden te organiseren of bed en breakfast met fietsen te doen. Dus Limburg heeft veel toeristische troeven die uit het groene en uit het fietsen komen. Zeg maar. Een heel groene provincie, heel veel bossen, heel veel gelegenheid om te wandelen, om te fietsen. De kinderen vinden het hier plezant. Je kan hier fietsen, je kan hier wandelen, je kan een stad gaan bezoeken, je hebt hier alles eigenlijk. Mensen die in Limburg komen, die gaan hun verplaatsen. Eén succesfactor is de fiets, want we hebben een heel mooi fietsenroutenetwerk. Maar als het over verre verplaatsingen gaat, al te vaak wordt dan nog de eigen wagen gebruikt. En daar ben ik van overtuigd dat de rol van het openbare vervoer nog heel veel toekomst biedt. In het kader van het Spartacusplan, waar het busnetwerk herzien wordt, hoop ik dan ook dat de grote attractiepolen zeker niet uit het oog verloren worden. Want het is niet alleen belangrijk om Limburgse steden met elkaar openbaar goed te ontsluiten, maar tegelijkertijd ook, we staan hier vandaag in Bokrijk. Bokrijk verbinden bijvoorbeeld met alle toegangspoorten van het Nationale Park. We kunnen hier ook veel wandelen en veel fietsen en we doen dat graag. Ik vind wandelen heel leuk. Op de scouts heb ik meer dan 20 kilometer afgelegd. Dus nu hoop ik dat ik dat weer kan doen, hè. En dan kan ik toch niks te doen. Limburg is gekend voor zijn vele groen. De provincie heeft zelfs het eerste nationale park in België. Uitgestrekt over 6 gemeenten en met 5 toegangspoorten. Eén daarvan, het sluitstuk, wordt uitgebouwd aan de Mijnschachten in Maasmechelen. De sneltramlijn die vanuit Hasselt via Genk naar Maasmechelen loopt, zal ongetwijfeld heel wat bezoekers snel en comfortabel naar het nationaal park brengen. We willen dat die mensen natuurlijk zo duurzaam mogelijk hier geraken. Openbaar vervoer is daar natuurlijk het meest geschikt voor. Ofwel kom je te voet met de fiets, maar als je dan met de trein of met de Spartacus, met de lightrail, tot hier kan komen, ja, kan niet beter zijn dan dat. We kunnen onze bus en trams natuurlijk niet naar elke attractiepool in Limburg laten rijden. Er zijn er gewoon te veel, dat zou praktisch onmogelijk zijn. Maar we moeten er wel over nadenken hoe we het aanbod beter kunnen afstemmen op al die toeristische troeven die Limburg toch wel heeft. Door bus en tram te koppelen aan het fietsroutenetwerk komen we bijvoorbeeld al heel ver. En ook dat is een stukje Spartacus. Ja, hoe zit dat nu juist met de fiets? In de fietsprovincie bij uitstek moet het toch mogelijk zijn om de fiets mee te nemen op de bus en tram. In het buitenland kan dat alvast wel. J'ai pris un vélo pliant, donc les contrôleurs de l'un nous acceptent. Bon, après il faut éviter les périodes de pointe où il y a beaucoup de monde, sinon on est susceptible de pouvoir être refoulé entre guillemets. Mais les gens d'une part nous laissent rentrer facilement, c'est un vélo pliant donc très pratique, aucun problème. Ook bij ons is het de bedoeling dat de fiets kan meegenomen worden met het openbaar vervoer. Er komen fietsstallingen aan de haltes en er wordt ook gekeken of we met de partners initiatieven rond fietsverhuur kunnen opstarten. En dat is dan heel leuk, want dan kunnen reizigers gewoon van de bus rechtstreeks de fiets nemen en zo de natuur inrijden. We gaan de komende jaren werken waardoor we opnieuw natuur, maar ook Limburg, op een heel hoog ambitieniveau willen neerzetten. En als we daarin slagen, dus waar we zowel een goede mix krijgen van transport, natuurbescherming, maar ook nog werken, hè, dus dat we die klimaatsverandering toch een beetje vanuit onze eigen verantwoordelijkheid kunnen tegengaan, dan denk ik dat Limburg een stukje wereldburger is, want dan zullen wij voorbeeld zijn voor heel veel regio's in de wereld.